Ik zit dus nu op de dijk. Ik heb me net eventjes heel goed wezen te komen. Ja, lekker goed Nederlands, K. Helemaal goed. Achter mij lopen ze niet. Anders had ik hier al nog niet gelopen, zeg maar. Ja, echt wel. Ga jij het vertellen met je stad? Zo, eindelijk. Maar toch heb ik mijn mascara gevonden. Ja. Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog vanuit het koude Den Helder. Wij zijn nog altijd Karen, hè Roderick? Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 11 november 2022. Ja, als je dit ziet heb je lang en breed zitmatig lopen. En ik hoop dat je heel veel lekkers hebt op kunnen halen. Dus ik ga nu even lekker richting de dijk. En ik wens jullie allemaal heel veel kijkplezier. Voor deze gloednieuwe vlog. Ik ga dus nu even richting de dijk. Want er is namelijk iets aan de hand op Texel. Ik heb al heel wat sirenes langs horen gaan. En ik heb al net op Facebook gekeken. Er blijkt dus een bloembollenschuur in de brand te staan. Dus ik ben eigenlijk gewoon benieuwd. Of je de rookwolken al gewoon... Ja, de wind die staat over de zee heen, zeg maar. Maar ik wil gewoon even kijken of je het gewoon kan zien. Gewoon de rookwolken. Want ik ga nou even niet helemaal naar Texel rijden of zo. Nee, dat ga ik dus lekker niet doen. Maar ik ben wel gewoon benieuwd of je dus gewoon de wolken kan zien. Of waar de brand dan maar ook is. Ik zit dus nu op de dijk. Ik heb me net eventjes heel goed wezen te komen. Ja, lekker goed Nederlands, K. Helemaal goed. Ik heb geprobeerd om even goed te kijken. Dus heel goed en geconcentreerd te kijken. Maar ik heb qua rookwolken helemaal niks kunnen zien. Echt gewoon niet. Maar dat is alleen maar weer beter voor Den Helder. Ja, toch? Ja, dat is alleen maar weer beter. Maar ook nu als ik even mee... Ik ga gewoon nu ook kijken en jullie even niet aankijken. Ik zie helemaal niks. Nou, ik laat het jullie gelijk zien. Dan kunnen jullie het ook zelf zien. Het is behoorlijk rijig. Ik weet niet eens of jullie iets kunnen zien, jongens. Want daar is de boot. Kijk. Normaal. Kun je het gewoon goed zien. En hij heeft er heel veel moeite mee om scherp te stellen. Kijk. Je ziet dus nou daar en daar de boot. Maar je ziet geen enkele rookwolk. Helemaal niet. Zoals je kan zien. Het is alleen maar weer gunstig. Maar zo heilig is het dus, jongens. Het is heel erg heilig. Zo, nou. Mama die weet dus ook al dat ik weer in Den Helder ben. Net als wat ik gisteravond zei. Sorry, man. Maar ik heb mama dus verteld dat ik gisteravond al was. Vandaag pas. Dus, hoe doe ik niet uit? Ik ben nog wel een beetje moedjes, zeg maar oké.
komt allemaal wel weer vanzelf wel goed. Gewoon lekker een beetje lekker bijslapen hier. Maar zondag, jongens, wordt het een superleuke dag. Superleuke dag. Ik ga nog niet vertellen wat. Maar zondag wordt het wel een superleuke dag. Dat wel. Zeer en zeer zeker. Ja, degelijk. Dus dat zeg ik. Wil je dat niet missen? En ook niet zoeken naar de vissen. Ik zou zeggen, blijf dan lekker kijken en ga abonneren. Want zondag wordt het superleuk en ik heb er zoveel zin in. Oh, heerlijk. Ja, het is wel vanaf hier 2 uur rijden. En weer terug. En dan mag ik nog naar huis, 's avonds. Maar dat maakt niet uit. Alles voor jullie. Dus, ik ga nu even kijken wanneer ik mama op kan snorren. Met de hondjes. Maar dan zeg ik, zondag, want het is een superleuke dag. En nee, ik ga niet alleen. Ik neem 3 andere personen mee. En ja, die komen ook gewoon in de vlog. 2 kennen jullie al, maar die andere kennen jullie nog niet. Nee. Dus dat wordt nog super, super leuk. Voor jullie ook. Ja. Zoals jullie dus weten, zoals mama ook dus nu ook weet, weet mama dat ik hier ben. Maar mama is dus nu al aan het lopen. En ik ben benieuwd waar ze eigenlijk loopt. En of de honden mij zo meteen al in de gaten gaan krijgen. En hoe lang ze dat nodig hebben om mij in de gaten te hebben. Dus we gaan even meemaken. Achter mij lopen ze niet. Anders had ik hier al nog niet gelopen, zeg maar. Maar we gaan even de gaten houden. Waar ze dan loopt. En dat meemaken. Ze loopt ook nog niet aan de overkant, namelijk. Dan zou het wel heel snel wezen, namelijk ook. Ja, een bochtje. Maar wat loopt je snel? Hier liep ik net ook. Loop van verdomme snel, hoe dan? Heb je peper in je kont, maar. Jeetje. Nou, hier al. Hier liep ik net ook. Hier liep ik net ook. Nee. Maar waar loop jij? Als je daar niet lopen hoor. Het zou wel, maar. Waar loopt ze dan? Keine Ahnung. Of ze loopt net aan die kant. Ja, dan zie je er ook niet. Nee. Dat ze net daar hier achter loopt. Ja, bij Dijkzicht. Ja, we gaan het meemaken. Denk ik juist met mijn goede gedrag mama een beetje te achtervolgen. Moet ik nou mama zien op te sporen waar ze nu is. Want daar is ze niet, hier achter mij. Daar loopt ze niet. Dus ik moet daar nou daar in de gaten houden en daar. Maar waar loopt ze? Dat is mijn vraag. Maar waar loop je? Of wat ik al zei, of ze loopt hier achter of ze loopt al in deze verlengde stuk. En dan komt ze er zo meteen daar overheen, maar Joost mag het weten, maar u weet het niet. Dus Joost, waar ben je? Huh? Ja, ik denk even leuk content. Nope. Weer mis, weer pech. Nou, we gaan het even meemaken waar ze is. Ja, we gaan het meemaken. Ik ga kijken waar ze uithangt. Dit is grappig. Of ze moet nog lopen, maar dan... Nee, dat lijkt me niet. Want ik belde haar namelijk dat ik de dijk op ging. Toen zou ze bijna met de hondjes gaan. Dus, ik weet het echt niet, jongens. Als jullie het weten, laat het even weten. Maar en anders, laat het even mij weten waar u nou loopt. Ha, liep. Ook een goeie, liep. Ja. Want ik weet het niet. Nee. Ik hou de brug al nou letterlijk in de gaten, maar ik hou het daar ook al in de gaten. Ja. Ik kan niet weten niet. Nee. Dat is handig. Ja. Tegen de camera lullen. Die niks terug zegt. Is ook erg handig. Ja. Is leuk. Maar waar loop je? Nou, niet hier. Waar ik nu sta. Nee, want dat is een beetje onmogelijk. Ja. Maar daar is eigenlijk al. Of ze moet nog lopen of ze loopt al. Maar dan moet ze, wat ik al zei, dan moet ze daar lopen. Of ze moet daar lopen en dan moet ze daar uitkomen.
hele rare constructie. Of een os heeft een andere route. Waar ik niet vanuit ga. Nou ja, we gaan het zien, want ik ben al 2 minuten daarover aan het lullen. Hoe dan? Ach ja, maakt niet uit. Ja, echt wel. Ga jij het vertellen met je staat? Ja, is goed. Is leuk. Is grappig. Ga jij het serieus vertellen met je staat? Oké. Okay. Ja, daar zijn we weer. Kijk hoe het met de meiden gaat. Even Jumbo geweest, het veldje. Ja. Even kijken. Ja, zo zie je natuurlijk niks. Grappen maken. Nou, daar zijn we dan. Even kijken met meisjes. Meisjes, zijn jullie daar? Zijn jullie daar? Zijn jullie daar? Hallo? Zijn jullie daar? Ja, daar zijn jullie al. Hoi, meisje. Hoi. Hoi. Ja, gaan we erop dan. Het is donker hier. Waarom is het zo donker hier? Wie heeft de lamp uit gedaan? Ja, doe maar. Gaan we erop doen. Ja. Hoi, Bolly. Hoi, Bolly. Hoe is het met Bolly? Hé? Ja. Nu is met de kleine, ook goed, ja. Hoi kleine. Beauty, kom. Ja, kom maar. Zo ertussen. Hoi Beauty. Hoi meisje. Ja. Heel lief geweest dan. Heel lief geweest? Ja. Helemaal goed. Gaan we wat doen dan, hè? Zit te miepen. Die gaat te miepen dan. Ga spelen, met z'n allen. Ga gek doen. Nee? Oké. Okay. Lekker even boodschapjes gedaan, jongens. Ja, en wie heb ik bij me? Wie heb ik bij me? Ja. Niet minder dan mama heb ik bij me. Gezellig. Ja, want ik denk, wat ik al tegen jullie zei, maar mijn zoon is nog thuis. Ja. Dus, maar dat maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Komt ze zelf wel achter waar ik het nou over heb? Ja. Die denkt ook van, waar heeft ze het nou over? Nou, dat ziet ze lekker in mijn vlog. Helemaal goud. Dus ja, alleen dan zoek je mascara nergens in de helder mascara te vinden. Nergens. Ook leuk. Dan zoek je wat en dan hebben ze het niet. Nee. Waar kan je het halen? Nergens. Nou ja, moet ik er maar even zonder doen, hè? Ja. Zo, eindelijk. Maar toch heb ik mijn mascara gevonden. Ja. Mijn wel iets duurdere winkel, maar dan heb je ook wat. Ja. En daarbij mag ik me af en toe wel een beetje even verwennen. Ja, toch? Hè, mam? Ja, en ja. Ik heb wat beloofd en dat ga ik ook doen van de week. Maar nou nog niet. Maar dat laat ik ook nog even lekker in het midden. Maar ik heb zoveel zin in zondag, mensen. Zoveel zin. Mama, die weet het ook al. Niels, die weet het al. En ja, dat wordt alleen maar geweldig leuk. Heerlijk. Ik ben er zo blij mee. En er komt iemand aangefietst, dus ik moet even wachten hier. Ja, helemaal top. Even wachten. Het is een beetje smal, hè? Anders. Ja, anders een beetje smal. Want ze zijn hier namelijk ook bezig. Kijk, jee, joepie. Kijk, want je kan hier dus namelijk doorheen kijken. Kijk, daar komen huizen. Ja, bij de Hoogstraat. Mocht je dat nog niet weten. Nou, bij deze. Ja. Dus, was het weer even gezellig, Marus? Ja, moeders. Ja, en ik ben blij met mijn kransje. Mooi. Ja, dat is mooi. Dat is fijn. Maar ja, het is even weer waarschijnlijk een hele korte, rare vlog. Maar dat zijn jullie onder andere wel weer gewend van mij. Want ja, jullie weten, ik zit nog niet echt helemaal lekker in mijn vel. Maar ook al lijkt het wel zo, maar dat is niet zo. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga wel deze vlog lekker afsluiten, jongens. Dus vond je deze vlog nou leuk, interessant, saai? Weet ik veel wat het allemaal is? Mag allemaal. Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk tevens een hele leuke, geweldige, rare reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.